Ik heb even zitten kijken naar het congres. Ja, van de Partij van de Arbeid en GroenLinks. Oh, vrienden. Ja, jullie hadden waarschijnlijk geen tijd. Dus nou, ik heb namens jullie even gekeken. Ja, nou, onze groengoeroe Frans Timmermans. Ja, en die was weer helemaal op stoot. Kijk, ik zal even een paar dingetjes noemen. Die hij zo eventjes zo die ahoy inslingerde. Hier, let op. Hij zei bijvoorbeeld, ja, wij hebben de ideeën. Oh, jullie hebben de ideeën, zij van links. Ja, zij snappen het alleen. Zij hebben de ideeën en zij hebben die energie. En wij gaan, hij deed het ook zo, hè. Wij gaan Nederland veranderen. Ja, dat zei hij. ik viel gelijk van de bank van het lachen. Wij gaan Nederland veranderen. En toen zei hij ook nog, we gaan niet verliezen. En toen ook weer met volle stem, wij gaan winnen. Dat zei hij. Ja, heeft hij gezegd, ja. Guru, er kwam een soort vertrouwen daar in die zaal. Een soort van, nou, we gaan het helemaal maken. Ja, dat kregen ze over zich. En toen zei hij ook nog, we gaan afscheid nemen van het wantrouwen. Ja, geloof in sprookjes. Ja hoor, dat doet hij dus ook. Onze Frans, ja, guru. Maar let op, toen kwam de zin, vrienden, waar het om gaat, hè. Ja, deze was helemaal, ook, goed opschrijven, meeschrijven. Hij zei, de mensen die zeggen, ik ben voor eerlijk verdienen en niet voor eerlijk delen, die krijgen met ons te maken. Ha, dat zei hij. Ja, nou, dat is toch te gek voor woorden. Hoezo? Ik bedoel, als je nou gewoon voor eerlijk verdienen bent, wat is daar nou mee mis? Mag ik dat even weten, groengoeroe? En wat een flauwekul zeg. Wat denk je ervan als iedereen zou zeggen, ik wil graag eerlijk verdienen? Als dat zo is, dan hoef je namelijk niet meer eerlijk te delen. Want dan is iedereen gewoon vol ambitie aan de gang om te zorgen dat hij zijn leventje op de rails heeft. Maar zo denkt onze Timmermans niet, vrienden, ja. Maar het allerbeste wat ons is overkomen tijdens dat congres, beste vrienden, dat is dat er een motie werd aangenomen en hij komt nu ook in het partijprogramma, waarin staat dat het Koningshuis moet worden afgeschaft. Hé, hey, maar dat is even goed. Zo vlak voor de verkiezingen, maar dat is even slim. Ja, en dat, vrienden. Ja, en daar kunnen we ons nu al op verheugen. Dat gaat ze zetels kosten.